Zo, beste mensen thuis. Ik had nu in de auto moeten zitten onderweg naar Atlantis, maar ik heb corona. Ik heb fucking corona, anders was ik om 6 uur in het restaurant geweest. En het is 12 minuten voor 6, anders had ik nog in de auto gezeten. Op dit moment, als ik geen corona had gehad. Maar het maakt niet uit. Ik heb vanmorgen om 8:15 een goede bak havermoutpap, een rijstpap op. En ik heb tussen de middag helemaal niks gegeten. Geen bruine boterham met pindakaas, wat ik hartstikke lekker vind. Maar toch doe ik liever bij Martin wat eten hoor. Zoals een broodje hamburger of twee. Of spannenkoek met spek. Of een broodje frikandel. Of wat anders. Maar altijd wat lekker, zet hij die Martin. Hij zal het filmpje ook wel kijken, denk ik. En Martin, hey Martin! Jij komt er ook op binnenkort. Ja. Dan kom ik met de taxi. Kost 1,75 of zo. Nee, nog niet eens, denk ik. En het kan ook op de fiets, dus. Dan doe het gewoon op de fiets. Daar hoef ik ook nergens rekening mee te houden. Wel niet dan. De deur die zit wel op slot. Daar hoef je niet bang voor te maken. Ik heb altijd. Al moet ik me even naar het gemeentehuis. Ik doe de deur op slot. Dan ben ik ook maar 5 minuten weg. Ik doe de deur op slot. Als ik met de hond ga lopen, doe ik eerst deur op slot. En als ik dan een eind weg ben, en ben een halfweg en doe ik, nee, godverdomme, de deur. Oh, daar komt u dus zitten, als bed aan me laten staan. De rest betaalt Johan wel. En ik ben er ook voor verzekerd, voor die stal. Ik ben voor verzekerd, inboedel. Verzekering, ja, bij de Nationale Nederlanden, daar ben ik bij verzekerd. Maar ik richt deze film even aan jou, Johan. Johan Töpfer. Met T-O met omlaut P-H-E-R. Johan Töpfer. Johan, ik heb iets meer geld nodig in de week, want ik wil ook iedere week, minstens 1 keer in de week, wil ik bij het land eens gaan eten. Dat kost maar 40 euro. Daar heb ik nog 30 euro over om van te leven. Dat is iets te weinig. Ik wil graag wat meer hebben, Johan. Geef me nog maar eens gewoon 100 euro in de maand. Ik heb toch geld zat. 100 euro in de maand. Nee, 100 euro in de week. Weekgeld, leefgeld. 100 euro in de week. Dat is 400 euro in de maand. Dat wil ik graag op mijn ING-rekening hebben. Van mijn ABN-A-rekening. Ja. Nu zetten we deze film ook wel even op. En nu nog een lol wil doen. De meeste zijn er nog niet. Maar 244 abonnees heb ik. Wat ik nog graag zou willen is dat jij, die nu eens even kijken naar mij, hier, met John Staring, professor, dokter, bijzonder hoogleraar pedagogiek. Een boertje ook nog in. Ik heb vanmorgen alleen maar om 8 uur heb ik een bak pap gegeten. Ik heb tussenmiddag geen brood gegeten. Het is nu 10:06, ik heb nog steeds geen honger. Hoe kan dat? Maar ik ga niet eten voordat ik honger heb. Al is het ook vanavond 11 uur. Dat maakt me niet uit. Maar we zullen het organiseren. Ik ben ook nog met de fiets naar de stad geweest. Ik heb ook nog even een paar jointjes gekocht. Dat heb ik ook nog gedaan, Johan. Dan moet jij ook even voor mij betalen. 15 euro was ik kwijt. Dus dan kun je me even 15 euro erbij geven weer. Voor de volgende week. 15 euro extra. Dan zijn die jointjes ook weer gedekt. Ik zal het even laten zien. Hier,
Vier heb ik er hier. Ik heb er nou twee op, het is 6:07. En ik heb corona, o jee. Ja, er zijn mensen, hè? Echt waar, hè? Er zijn mensen die doen bijna een moord voor een paar ijsjes van de joint. Oh, dat worden ze helemaal gek, jongen, als ze dat zien. Als ze de joint zien, oh, dan draaien ze helemaal door. Ja, ik niet hoor. Ik kan er goed tegen. Ik bel veel met mijn zus. Ik bel veel met mijn zwager. Af en toe krijg ik ook wel eens aan de telefoon, misschien vanavond ook nog wel een keer. Ja, kijk, hij zei tegen mij, je moet de baard laten staan. Weet je, ik vind, geen baard vind ik al niet van buiten. Staat veel verzorgder. Waar is mijn horloge nou? Want die zal dan wel in de kast liggen, want ik heb hem niet om en hij ligt niet op de tafel. Dus ze zag hem wel in de kast en we denken, ja. We zullen het dadelijk even controleren. Hey, wacht even, ik controleer dat meteen eventjes. Het horloge. O jee, waar is het horloge? Ja hoor, hij ligt in de kast op de plank voor de portemonnee. Telefoon had ik best wel een oplading mogen, maar ik laat hem eerst een beetje tot 20% teruggaan. Dus ik heb goed voor batterij, dat is een keer een beetje leeg wordt. Ja, het is hier nog 5,5 graden op de kamer. Ik heb om 4:30 de dokter gebeld, de doktersassistenten, en dan heb ik gevraagd om 3 salbutamol, dat zijn van die pompjes. En dan krijg je voor het hoesten is dat, dat je lekker alles loskomt. Dat je niet benauwd bent ofzo, maar ik ben ook niet benauwd hoor. Maar ik heb geen salbutamol meer. Ik heb mijn prullenbak helemaal leeg gemaakt in de keuken. Ik kwam een boodschaptas helemaal vol en aangedood. Kwam eruit en dat heb ik in de container geflikkerd en die werd de volgende dag toch geleegd. Dus gewoon, ik hem ook meteen aan de straat zetten, want ik had alles al op. Dus ik hoef niet meer eruit s'avonds. Dus de deur kan dan meteen op slot. Ja, we hebben al die alles op slot. Nou, een mooie lijn had ik me niet voor kunnen stellen van dit mooie leven. Maar er verloopt ik nog geen eindje aan hoor. Nee, deze, ik ben van 8:30 de vorige eeuw, 1961. Ja, ja, ik ben 63. Zou je niet zeggen, hè? Even mijn niet bruin. Ik zal er links af doen, dan zeg ik eens even dat we zien we kort bij. Zeg je laten zien hoe bruin ik ben. Zie je dat? Dat erin gezeten heeft. Witte streep. Nou, ik vind het belangrijk dat dus, als je nog één pleziertje wil doen. Als je nog één pleziertje wil doen.
Word dan even abonnee. Alsjeblieft. Ik smeek het je. Word abonnee. En als ik 1000 hits per dag krijg, dan kan ik reclamegeld gaan verdienen van YouTube. En dan kan ik zelf ook naar bedrijven gaan en zeggen van, hé, als ik jullie product aanbeveel op mijn 100.000 abonnees en even laat zien van, dit is dit product en dat kun je daar en daar kopen en reclame maken. Ik krijg geld mee verdienen, dat kost jullie niks, maar moet je even abonnee worden. Alsjeblieft, word even abonnee. Ja. Nou, het is vandaag 31 juli van het jaar 2024. Word abonnee, alsjeblieft, word abonnee.